Jongen van zijn jongen op de trekker hier naartoe, naar de raadszaken. Waarom met de trekker? Ja, het is toch machtig mooi dat dat zo kan. Dit is de Achterhoek. Dit gebeurt weer één keer in uw leven. Dat moet je gewoon doen. Dat is toch mooi. Je weet les, ben je op Facebook van de raadszaken? Ja. Bedankt. Dat lijkt me hier wel wat. Ik ga mijn trekker naar de disco. Ja, dat is een kans die lijn niet schieten. Dit moet je toch doen. Kan ook alleen maar in de Achterhoek, hè? Ja, natuurlijk. Wij maken dit nog mee, joh. Ben je alleen of ben je met de kameraden? Mijn kameraden zijn met de auto hierheen gegaan en ik denk, ik pak mijn kans, ik ga met de trekker. Was het alleen omdat je dan gratis naar binnen mag of is het gewoon echt de lol waar je ervan in zag? Nee, joh, ik rijd hier natuurlijk gewoon tranen in mijn ogen van het plezier, joh. Dat is toch machtig? En, jullie zaten met 5 man in de trekker. Zes. Maar jullie waren heel slim, hè? Ja, we hebben een vuurstap liggen naar buiten. Hebben ze wat binnen staat. En we hebben hier een vuurstap. Ja, tomorrow de politie gaan, ja. Gastroom. Maar we zijn er nog goed vanaf gekomen. Ze hebben toch een beetje wat mat. Dus. Geen procesverbaal. Jullie hebben geen boete gekregen? Nee, gelukkig niet. Daar komen meer biertjes van drinken. Dus, Ja, van Munsterman dan. Munsterman BV het Vassenveld. En we rijden hier altijd mee naar elke thuiswedstrijd van de Graafschap. En Titus Hezen die werkt bij ons. Die loopt stage bij ons. Die had mij gevraagd of ik hem weg wilde brengen. Nou ja, dat zijn we aan hem verplicht. Wat vind je van de actie van Robert? Ik vind van Robert heel ludiek. Vind ik grappig. En zeker omdat hij eigenlijk voor het voetbal was. Hij was een beetje een link met ons met de Graafschap. Dat gaat dan niet door. Dat is jammer. En dat Robert dat zo oppakt vind ik heel leuk. Toch is opkomst matig, vind ik. Heel matig, maar... Ik had eerlijk gezegd, als hij niet uit de optocht terugkwam, ook niet gedaan. En ik denk dat het ook, het is natuurlijk oneigenlijk gebruik van een landbouwvoertuig. Het is ludiek nogmaals, maar je moet het natuurlijk niet aan alle kanten promoten. Dat is voor de verkeersveiligheid en alles is dat niet het beste wat je kunt doen. Ja, maar goed, het gaat toch om de lol. Ik bedoel, het is u de geintje om zo'n bier opent en net gezegd van daar laat ze maar deze kant op komen. Ik denk dat het zo gezien moet worden, ja. En dan, van het daaruit gezien is het ook heel leuk, vind ik. En dan mag het ook een keer. Robert, wie staat hier bij de rechtszaak in Vassenveld, of Heilweg is het eigenlijk, hè? Heilweg. Wie staat in de Heilweg? Je hebt een leuke actie bedacht. Nou, we zaten vorige week donderdagmorgen bij elkaar en toen werd voetbal afgelast. En er zonden 100 trekkers van Zuwend naar Lichtenvoorde gaan. Toen zeiden ze, waar moet die dan in? Toen zeiden ze, nou dan moet ze maar hier komen. Dus we hadden bedacht van, iedereen met de trekker, gratis intree. En is de opkomst groot of weet je niet? Nou, we hebben wel een. We hebben ook een stuk wat gebracht met de trekker, maar ja, die hadden dan ook maar meegeteld. Dus in totaal toch wel een stuk of 15, 20 trekkers. Dat is hartstikke mooi toch? Wie zag een trekker van de overkant komt vanaf de Verne Bulten, zeg maar, de kruising over, zaten 6 mensen in. En de politie hadden aangesproken, die hebben geen boete gehad. Maar die dachten van, wie gaat met z'n zessen in een trekker en dan kunnen we met ons zessen gratis naar binnen. Hoe vind je dat? Ja, dat hoort er nog bij, of niet? Dat is hartstikke mooi. Ik zag ook iemand met een trekker binnenlopen. Ja, dat was veel helemaal geweldig. Maar dan er ook heel wat hele kleine trekkertjes bezig. Ja, nou, dat ook maar, dat hoort er ook maar bij. Dus je hebt alles door de vinger laten zien en iedereen wie een trekker of wat er op de leek of wat er met te maken had, dat mocht nog binnen? Dat hoort erbij. Dat moet naar binnen en vanavond een hartstikke gezellige avond. Er zit voor herhaling vatbaar. Nou, dat denk ik wel, maar dat denk ik wel, dat gaan we wat anders bedenken. Maar dat komt nog wel. Dus...